Diana Ross en de Supremes en Baby Love. Het is 8:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. En misschien was het je niet opgevallen, maar het is echt zo. Het is vandaag Internationale Yogadag. De Verenigde Naties die hebben 21 juni officieel tot de dag van de yoga uitgeroepen. Dat idee werd nog maar 2 jaar geleden gelanceerd door de Indiaanse premier Narendra Modi. En dat werd al snel door alle landen van de VN omarmd. En vorig jaar was dus de allereerste internationale yogadag. Vandaag voor de 2e keer. En ook in Nederland zijn er allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld gratis yogales vandaag bij Yoga Maya in de Vijverhofstraat in Rotterdam. Cirilla Kampatsing is nu bij ons in de studio voor een kleine yogales. Goedemorgen, goedemorgen. Cirilla. Jij geeft zelf ook yogales. Ja, dat klopt. Is yoga zo van belang dat zelfs de Verenigde Naties vinden dat daar meer aandacht voor moet zijn? Dan zal ik beginnen met te vertellen wat is yoga eigenlijk. Want yoga is natuurlijk best wel een breed begrip. Mm-hmm. Nou, yoga is eigenlijk, letterlijk vertaling van yoga is verbinding. Dan kan je denken aan verbinding van lichaam en geest. Je kan denken aan verbinding van het denken met het hart. Maar zeer zeker ook de verbinding tussen natuur en mens. Wat de Verenigde Naties op een gegeven moment gedaan heeft, is zij hebben gezegd, oké, de internationale dag van de yoga die komt eraan. En dat doen we onder de noemer, een gezond leven is van belang om duurzame doelstellingen te bereiken. En dat is natuurlijk ook de verbinding die ik net benoemde van mens en natuur. Is dat je op een gegeven moment zo aan jezelf, met jezelf bezig bent. Bezig ben met wie ben ik, wat wil ik. Mm-hmm. Bezig ben met de ontwikkeling van je eigen leven. En indirect of direct ben je daarmee ook bezig om je omgeving te veranderen. Waarom ben je zelf ooit begonnen met yoga? Ik ben 4 jaar geleden begonnen met yoga. Ik kwam uit een hele gestreste baan in de media. Ja, ja, ja. Oh, nou, gestreste kan het bijna niet. Nee, dat is heel gestrest altijd. Ja, dat was radio. Ja. En, radio, ja, nog gestrester. Ja, ook nog gestrester. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Precies. Dus je bent eigenlijk, je komt uit een omgeving waar heel veel stress is en heel veel druk en heel veel prestatie. Wat eigenlijk in de huidige maatschappij sowieso is. Ik was redelijk jong toen ik begon. En nadat ik bij mijn werk wegging, kwam er een periode van oké, maar wie ben ik eigenlijk en wat wil ik? En dan ga je op zoek naar jezelf zoals je heel vaak hoort dat gebeurt. Een beetje het eat, pray, love. Dat kennen jullie vast wel, ja. Het fenomeen. Dat je op zoek gaat naar jezelf. En zo kwam ik in aanraking met yoga. Yoga heeft mij in ieder geval gebracht de rust om te reflecteren. De rust om te gaan kijken wie ben ik en wat wil ik. Wat zijn mijn sterke punten, wat zijn mijn minder sterke punten. Ja. En van daaruit merk je dat je leven automatisch ook verandert. Omdat je veel dichter bij jezelf komt en veel meer gaat leven vanuit ja, de ik, wie ben ik. Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt, maar aan de andere kant is het ook nogal vaag. Van wat doe je nou bijvoorbeeld met yoga? Doe jij elke dag oefeningen? Of eens in de week een oefening? En is het dan meer een kwestie van mediteren? Want ik denk ook altijd te vaak, yoga is voor hele lenige mensen. Ja, die hoor je heel vaak. Ik doe geen yoga, want ik ben niet lenig genoeg. Ja. De perceptie van yoga is vaak dat je heel lenig moet zijn. En dat is natuurlijk ook de perceptie die je krijgt, bijvoorbeeld van de sociale media. Mm-hmm. Je ziet hele mooie foto's. En dat is een onderdeel van de yoga. Mm-hmm. Een onderdeel is bijvoorbeeld het fysieke gedeelte. Dan kan je denken aan inderdaad houdingen doen om de stress te verminderen in het lichaam. Maar yoga is ook, doordat de stress vermindert in het lichaam, wordt het denken rustiger. Dus kan je ook veel dichterbij komen met wie ben je en wat wil je. Yoga kan ook spiritueel zijn. Sommige mensen vinden dat een hele spirituele ervaring. Yoga is zo breed dat je eigenlijk eruit kan pakken wat voor jou van belang is. Dat implementeren in je eigen leven en kijken, oké, wat wil ik ermee? Maar is er ook, want dit zijn allemaal, nou ja, je gaat zitten, je gaat nadenken of je gaat jezelf in de knoop leggen. Je kunt allerlei kanten op met yoga. Yeah. Maar het effect dat het heeft, dat je trust komt, dat je jezelf vindt. Mm-hmm. Is daar ook bewijs voor of is dat gewoon gevoel dat je krijgt? Oké. Ik weet niet of jullie dat ooit ervaren hebben, maar heb je ooit gehad dat je bijvoorbeeld zo gestrest was en dat je ook zei van ik kan niet meer helder nadenken. En dan ga je een bepaalde vorm van een fysieke activiteit doen. Of het nou is dat je gaat wandelen, of je gaat fitnessen, of je gaat rennen. Mm-hmm. En ja. Dan heb je plotseling dat momentje waar alles helemaal clear is en je denkt, oh ja, ik weet het, ik weet wat ik moet doen. Yoga is één van die activiteiten die je daarbij kan helpen. Oké. Nou, maar Niels heeft nog nooit iets aan yoga gedaan. Ik trouwens ook niet hoor. Niels heeft een gestrest leven.
Want hij werkt ook bij de radio. Ja, ik zie het aan hem hoor. Hoe gaan we met Niels nu beginnen? Cirilla. Niels. Ik heb inderdaad nooit yoga gedaan. Als ik zo naar jullie kijk, dan staan jullie best wel veel, denk ik. Ook gedurende de ochtendshow. Je moet een bepaalde alertheid hebben. Heel veel staan. Werk aan je houding. Ik neem aan dat na de show zitten jullie nog heel lang achter de computer. Dus heel veel spanning in je rug, in je schouders en in je nek. Klopt allemaal. Echte kantoorbaan dan eigenlijk. Ja. Ja, na het leuke komt het kantoorgedeelte. Dus mijn idee was om te gaan werken aan de schouders. En daarmee ook indirect je rug te pakken. En daarmee indirect ook je nek te pakken. Kom maar op. Okay. Ja? Oké, okay. Dan ga je eventjes goed staan. Ja. Dan plaats je de voeten heupbreedte onder de... Ja, op de grond. Stevig staan. Staat stevig. Ja. Als je zit thuis kan het ook. Dan ga je gewoon rechtop zitten in je stoel. Dan ontspan je de schouders allereerst. En dan breng je aandacht richting je ruggengraat. En dan voel je dat je ruggengraat recht is. En je nek is recht. En je schouders zijn ontspannen. Dan adem je een aantal keer rustig. Om ook te voelen hoe je staat. Juist. Ook goed uitademen. Ja, dan breng je aandacht richting je schouders. Breng je schouders richting je oren. Zo hoog mogelijk. Til je schouders op richting je oren. Span je armen aan. Maak vuisten van je handen. Span ze aan, span aan, span aan en laat los. Nog een keer. Adem in, breng hem hoog. Span aan, span aan, span aan. En ontspan. Breng de schouderbladen zo dichtbij mogelijk naar elkaar toe. Alsof je een tennisbal tussen de schouderbladen hebt. Druk ze tegen elkaar aan en ontspan. Laatste keer. Lekker. Breng de schouderbladen naar elkaar toe. Tennisbal. Squeeze. En laat los. We gaan. Oh, wat fijn. Je bent nou heel erg relaxed, maar ik waarschuw je. De verkeerde informatie komt eraan. Hè? Oh, jongens. Ik vraag even nog even aan. Even rustig. Kijk jij snel naar de verkeerde informatie. Vraag ik nog even aan Cirilla. Dus vandaag gratis lessen bij jullie, bij Yoga en Maya. En je hebt ook nog plannen voor het Kralingse Bos. Dat klopt. Vandaag sowieso een gratis les om 9:15. Dus iedereen die daar behoefte toe heeft en tijd heeft, is welkom. En in de zomer vanaf 1 juli geven we de hele maand juli en augustus geven we gratis yogales aan de Kralingse Plas. Voorheen was dat bij de Kijktoren. Nou, door het succes zijn we genoodzaakt om uit te breiden. Dus we gaan de andere kant van van de plas op. Dat is richting de Kabelbaan. En dat is iedere zaterdag vanaf juli. Om 9:30 beginnen we dan. Het is gratis, dus je kan er gewoon heen komen. Je kan het een keertje proberen, kijken of het iets voor je is. En je bent van harte welkom. Jullie ook trouwens. Ja, zeker. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik dank je wel, Cirilla, voor je komst naar de studio. Ik wens je nog een hele mooie internationale yogadag. En Niels, aan het werk weer. Maar wel met relaxte, ontspannen schouders.